mama Big. Dit is mijn kleine broertje George. Dit is mama Big. En dit is papa Big. Peppa Big. Het windkasteel. Peppa en haar familie gaan een dagje op stap. Peppa, George, vandaag gaan we naar het windkasteel. Wat is een windkasteel, papa? Een kasteel op een hele hoge heuvel. George is dol op kastelen. Een windkasteel klinkt meer als een saai iets voor jongens. Nee, Peppa, het is juist leuk. Je hebt een prachtig uitzicht vanaf het windkasteel. Je kan er zelfs het huis van oma en opa zien. Wauw, laten we gaan. Ik lees de kaart en mama Big zal rijden. Weet je het zeker, papa Big? Als jij de kaart leest, verdwalen we altijd en word je knorrig. We verdwalen heus niet. En ik word ook niet knorrig. Windkasteel, we komen eraan. Zijn we er al bijna? Nog niet. Oh. Heb je zin in een spelletje? Ja, leuk. Ik zie wat jij niet ziet. Oké, ik begin. Papa Big moet stiekem ergens naar kijken en de anderen moeten raden wat het is. Ik zie wat jij niet ziet en de kleur is rood. Rood? Mijn jurk, die is rood. Nee, het is niet je jurk. De auto. Dat klopt, onze rode auto. Nu ik. Ik zie wat jij niet ziet en de kleur is blauw. George een blauwe shirt? Nee. Is het iets in de auto? Nee. Geef je het op? Ja. De lucht. De blauwe lucht. Ik win. Papa Big, weet je waar we nu zijn? Ik weet precies waar we nu zijn. Hoewel deze weg nou niet echt lijkt op die van de kaart. Oh, papa Big. We zijn verdwaald. Helemaal niet. Hoe komen we dan vanaf hier bij het windkasteel? Nog eventjes kijken. Ik weet het. We bellen opa en oma. Het is heus niet nodig om ze te bellen. We komen bij het windkasteel, al duurt het een week. Maar zoveel tijd is er niet. Hallo, met opa Big spreekt u. Opa Big, we zijn een beetje verdwaald op weg naar het windkasteel. Is papa Big soms weer aan het kaart lezen? Ja, papa Big leest inderdaad de kaart. En hij is een beetje knorrig op dit moment. Ik ben niet knorrig. Dit is de snelste route. Blijf de weg volgen, dan verschijnt het windkasteel vanzelf. Dank je, opa Big. We volgen de hoofdweg en kijken uit naar het windkasteel. Dacht ik al. Kijk, is dat het kasteel? Ja, het windkasteel. Kom op, auto. Kom op, auto. Je kunt het. Hoera! Peppa en haar familie zijn bij het windkasteel aangekomen. Wauw, wat hoog zeg. Laten we naar binnen gaan. Het uitzicht boven is fantastisch. Wauw! Wat een prachtig uitzicht. Mama, is dat niet opa en oma's huis? Ja, dat klopt. Het is zo ver weg. Laten we door de verrekijker kijken. Mag ik als eerste? Ja, maar daarna mag George ook kijken. Wauw! Door de verrekijker lijkt alles veel groter. Ik kan opa en oma zien. Kijk, George. Omi ik, opie ik. George zwaait naar oma en opa Big. Malle George. Opa en oma zijn te ver weg om jou te zien zwaaien. Wacht eens, we bellen ze op. Hallo. Opa Big, we kunnen jullie zien vanaf het windkasteel. Zwaai eens naar ons. Opa en oma zwaaien naar ons. Ik ben dol op het windkasteel. Het museum. Peppa en haar familie gaan naar het museum. Papa, wat is een museum?
Dat is een gebouw vol interessante dingen die heel erg oud zijn. Ouder dan jij? Ja, nog veel ouder dan ik. Oh, dat is echt oud. Er is een zaal vol met spullen van oude koningen en koninginnen. Ik wil graag de koninginnenzaal zien. En er is ook een zaal met een echte dinosaurus. Wauw, dinosaurus. Hallo, mama Beg. Hallo, juffrouw Konijn. Hoeveel kaartjes heeft u nodig? 2 volwassenen en 2 kinderen. Dinosaurus. En een dinosaurus. Peppa wil graag de zaal zien met spullen van oude koningen en koninginnen. Wauw. Dinosaurus? Maar George wil graag de echte dinosaurus zien. Geen zorgen, George. We gaan hierna naar de dinosaurus. Peppa, heel lang geleden waren al deze spullen van de koningin. Deze stoel was speciaal voor de koningin. Het heet een troon. Het is schitterend. Dit is de jurk van de koningin. Wat is die prachtig. Kijk, Peppa. Dit is de gouden kroon van de koningin. Wauw. Wat mooi allemaal. Mama, waar is de tv van de koningin? Toen hadden ze nog geen televisie. Geen televisie? Maar ze hadden toch wel computers? Nee, ze hadden ook geen computers. Wat deden ze dan de hele dag? Mama, als ik koningin was, nou, dan had ik zoveel taartjes als ik wilde. Peppa droomt hoe het is om koningin te zijn. Verrukkelijk. Is er nog iets anders wat u wenst, koningin Peppa? Ja, meer taart graag. Natuurlijk. Doorlopen allemaal. Ik kom op, papa. Papa, ik ben koningin Peppa. Dus buigen als je tegen me praat. Oh, het spijt me verschrikkelijk, koninklijke hoogheid. En wie bent u dan? Ik ben uw papa. Dat lijkt me bijzonder interessant. Ja, het is bijzonder interessant. In welke zaal is dit? Dit is de dinosauruszaal. De dinosauruszaal? George, dit is de dinosauruszaal. Dinosaurus. Waar is de dinosaurus? Hier, ergens in de zaal. Maar ik zie hem niet. Hij is vast heel erg klein. Nee hoor, Peppa. Hij is juist heel erg groot. Wauw. Dit is het skelet van een echte dinosaurus. Dinosaurus. George droomt dat hij een grote dinosaurus is. Een dinosaurus! Help! Help! De dinosauruszaal is George's favoriete zaal. Mijn favoriete zaal is de koninginnenzaal, hoor. En volgens mij is papa Big vertrokken naar zijn favoriete zaal. Welke zaal is dat, mama? De zaal met de taartjes. Papa Big's favoriete zaal is het museumcafé. Kom op, schuif aan. Oh ja! Dit is ook een leuke zaal. Vliegeren. Het is een zonnige dag. Peppa en haar familie zijn in het park. Ze gaan vliegeren. George mag als eerste vliegeren. George rent zo snel als hij kan. Maar de vlieger gaat niet omhoog. George, je doet het helemaal fout. Je
hard genoeg. Nu is mijn beurt. Peppa rent zo hard als ze kan. Maar de vlieger vliegt nog steeds niet. Hij vliegt niet als er geen wind staat. Ook al ren je nog zo hard. Oh. We moeten gewoon even wachten tot de wind weer opsteekt. Oh. Kijk, het gaat nu waaien. Nu er een windje staat, kan hij omhoog. Het waait nu behoorlijk. Het waait nu ontzettend. George! Wow. Peppa! Dank je, papa. Nu vliegt het papa weg. Hoera! Hoger, hoger! Papa Big kan goed vliegeren. Wow. Ja, ik ben nogal een expert op dat gebied. Kijk uit voor die boom. Straks blijft hij erin hangen. Rustig maar. Ik weet wat ik doe. Oh jee. Papa Big heeft met de vlieger de boom geraakt. Oh nee. Oh. Rustig maar, George. Papa haalt hem wel uit de boom. Hoera! Ja. Voorzichtig, daar is een modderpoel. Peppa en George springen graag in modderpoelen. Mogen we erin springen? Ja? Nee, dan zitten jullie onder de modder. Oh. Aan de kant, jongens. Wees voorzichtig, papa Big. Ik weet heus wel wat ik doe. Doe toch voorzichtig. Nog een beetje verder, papa. Papa Big, je bent echt veel te zwaar voor die tak. Onzin. Ik weet heus wel hoe zwaar ik ben. Zo. Hoera! Papa Big heeft de vlieger bevrijd. Wow! Oh jee, iedereen zit onder de modder. Het is maar modder. Gelukkig heeft Papa Big zich niet bezeerd. En de vlieger is uit de boom. Hoera! Mama, nu we toch vies zijn, mogen we nu in de modderpoel? Nou, vooruit dan maar. Veel modderiger kan het toch niet. En ik denk dat papa deze keer de was maar eens moet doen. Oh? Peppa en George springen graag in een modderpoel. Mama en papa springen graag in een modderpoel. Iedereen springt graag in een modderpoel. Springen in een modderpoel is net zo leuk als vliegeren.